Hey, Geer, je moet wel weer gaan trainen hoor. Ga me niet voor. Nee, niet inhouden. Niet inhouden. Dit is mijn carrière. Ga er zo'n nachtkaart uit. En ik heb een closetrol ook van je gekregen. Dat is best veel deze keer. Ja, dit was het ook. Ja, lieve mensen, hier ben ik weer, hier is Geertje. Ik wil eerst iedereen even ongelooflijk hartelijk danken voor alle bloemen die ik heb gekregen voor mijn 60ste verjaardag. Het is eigenlijk ongekend. Heel veel kaarten, heel veel brieven. Ook de mensen uit België wil ik ontzettend hartelijk danken voor alle leuke berichten en prachtige kaarten. Het is eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. Ik wens je dat zoveel mensen me aardig en lief vonden, maar het heeft me echt heel veel gedaan. Ja, nou, 7:15. Zoveel sms'jes gehad en mijn telefoon staat aan. Dus het houdt in dat ik ping, ping, ping. Ik heb zoveel interviews straks te doen voor de radio, dus ik moet er een beetje vroeg uit. Nou, Geertje 60, ik kan er ook niks meer aan doen. Dit is het gewoon en ik ga lekker eruit, kopje koffie zitten. Nou, ik denk ik ga even koffie zitten. Dat zei je dan weer net zien, hè, op je verjaardag is dat kleren ding stuk. Het was van de week al een beetje die ging haperen. En nu komt er alleen maar water uit. Nou, dan moet ik de vlucht nog even een nieuw koffiezetapparaat zien te versieren. Dat is lekker, Geer. Haha, heb ik weer. Lekker hoor. Nou, dit is toch heel leuk wakker worden. Op mijn verjaardag. Een soort Alice in Wonderland of zo. Te geestig is dit. Te geestig. Nou, ik word hier toch wel heel blij van, moet ik zeggen. Ondanks ik maar heel kort geslapen heb vannacht, ben ik nu al blij. Nou, dat is toch leuk. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik ben er weer. Kom verder, kom verder, kom verder, kom verder, kom verder. Ik één zinger bij zangen. Wacht even. Jezus. Wat een giller. Nou, ik was er zo vroeg uit vanmorgen. Ik was weer in slaap gevallen op de bank, was een beetje tv aan het kijken. Van harte. Namens de story. 50, wat was het? 50 ben ik geworden. Ja, Entertainment.nl. Kom verder. Hey, Bri. Johnny boy. Dankjewel. Hey, Hans. Kom verder. Hoe vind je dit dan? Ja, het is toch hard. Super. Het is toch enig? Enig. Hey, super bedankt voor het. Gefeliciteerd, Clint. Gefeliciteerd. Kom verder. Ik kan je handen sprayen, hè? Ja. Hans, handen sprayen. Handen sprayen. Oh, wacht, kom even. Nog een grapje. Ik denk dat er bloemen in zitten. Koffiezetapparaat. Koffiezetapparaat. Nou, dat zou. Als je er helemaal geen bloemen in, voor dat even tegen. Dan mag ik zeggen. Wat is dat dan? Het staat erop. Lieve Geert, wees met je 60 verjaardag. En een gezellige dag, liefst. Als Lelyveld. Nou, wat ontzettend lief. De flesjes waren helaas niet groter. Nou, Hans, dat is dan weer jammer. Ontzettend lief, Hans, dankjewel. Dikke kus voor mij. Wat een krankzinnig gezicht, hè? Lang zal die leven. Gerard, gefeliciteerd. Nou, jongens, dat is de kip toch ook cadeau waard? Ja, maar dit is dan weer aardigheid. Kijk, dit is een overlevingspakketje. Ik heb niet zo heel leuk ingepakt, maar wat je altijd gebruikt. Nou, dat is echt heel gezond. Heel gezond. Ja, wat is dit dan? Ja, dat had je gevraagd. Oh nee, dat ben je niet. Ja. Oh ja, lekker hoor! Ja, er zijn alleen maar die twee kleuren. Oh nee, top! Daar ben ik heel blij mee. Omdat ik een beetje gegroeid ben.
Oh, ziet er echt lekker uit. Ja. Oh, wat geweldig. Cool. Ja. Ja, ik vind het helemaal top. Hartelijk dank. Ja, ja, leuk. Lekker wijd, heerlijk. Kan ik tenminste nog een kilootje groeien? Ja. Super. En dan dit hoort er ook nog bij. Je hebt nog wel heel hard gegeven aan de deur aan. Ja, maar dit is gewoon even opzetten. Ja, echt niet. Oeh, die hebben we nodig. En dan zijn ze wel kapot gegaan. Ja. Oeh, oh, met de goal. Door touch of goal. Nee, maar ik, nou, dit is gewoon... Oh, dat zijn wel mooitjes, hè? Wat is dit dan? Nou, het moet toch niet... Film, hè? Moet er niet gekker worden? Wat is dit dan? Wat is dit? RTL Boulevard. Hey, ben ik even blij dat ik per ongeluk een oranje shirt aangetrokken heb. Hoe is het, jongens? Ja, hysterisch. Hysterisch! En dat, wat is de verrassing? Ja, die gaan we nu instarten. We hebben je altijd ingezet voor de ouderen in Nederland. En dat heb je zo goed gedaan dat ik wel heb besloten dat ik dat vanaf dit moment ook voor jou ga doen. Hoe is het, mannen? Ja, nee, ik voel me prima, joh. Het is alleen waardeloos dat we nergens heen kunnen. Hey! Oh, dan heb je de rest nog niet gezien, schat. Ja, echt, hè? Je zit aan het trainen, hè? Nee, ik ben een beetje dik geworden, dat is het verhaal. Dan zal hij... Hartelijk dank! Tweede stem! Gordon, de tweede stem! Joehoe! Wat krijgen we nu? Ja, allemaal bloemen. Nog oh mijn steeds. God! En nog een fles wijn. En we gaan bloemenwinkel beginnen. Oh jee, meneer! Wat een prachtig boeket! Ja, zeker! Jeetje! Gefeliciteerd! Ja, ik dank u beleefd. Ik wil geen hand geven, maar... Nee. Ik neem ze mee. Dank u wel. Hallo, schat! Doe dan maar in de bus, hartelijk dank! Je mag zo een foto maken, ja. Doe dan maar in de bus, doe maar in de bus, schat. Heel lief. Ja. Wat ontzettend aardig. We gaan eens dit zeepshopping. Kijk, dat lijkt maar. Leuk interview had je, Geert, in de privé. Leuk toch? Oh, geweldig. Zet maar op tafel, of hier op tafel, kom maar. Jij moet hem even droog maken. Het lijkt inderdaad wel zeepshop. Geert, je moet hem even droog maken. Ik heb ook je bloed doen, ja. Je weet hoe het werkt. Gebruik je iets van zuivel of melk? Nee, zwart. Wat ontzettend lief van. Dikkie, ik en Astrid. Wat is dit nu weer, jongens? Nou, ik ga even naar buiten. Wat is dit? Oh, wat heerlijk en het is. Ik ga zo lekker gezellig de hele dag door. Weer een filmpje en weer... Af en twee komen. Ik vind het gezellig. Hey, je krijgt de telefoon in je handen en dan hoef je daar niks op te kijken, maar alleen naar het scherm kijken. Oké. Okay. Hallo, middag. Hoe is het? Alles goed? Hartelijk gefeliciteerd van op je verjaardag. Dank je. Ga door dat je in gezondheid. Ik wil een hele rare verjaardag voor je. Maar vanmiddag kijk ik niet meer. Is dat goed? Ja, maar kijk eens een leuk uitzien, man. Ja, prachtig. En dan kwam mijn moeder net voor met mijn broer en mijn zus om te feliciteren via beeld. Dat is toch enig? Ja, echt waar. Super cool gedaan. Hé, Geert, je moet wel weer gaan trainen hoor. Ga met die vader. Nee, niet inhouden. Niet inhouden. Sportschool is dicht. Nee. Nee, ik weet het, ik ben niet zwaar geworden, maar ik ga vanaf morgen weer beginnen.
Na mijn verjaardag ga ik weer beginnen. Ja, ik wil gelijk. Zo geen zin in, maar ik ga het wel doen. Wat ongelooflijk mooi. Gefeliciteerd, Gerard. Heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank. Ja, 60 jaar. Had je dat ooit verwacht? Nee. Maar... Zo zeker niet. Nee, echt niet. Ik bedoel, ik ben toch wel iemand die gewoon altijd laat naar bed gaat en veel onderweg is en wel eens een borreltje drinkt. Maar ook wel veel sport. Ach, weet je, ik heb het me maar laten overkomen. Ik moet het gewoon accepteren. Alleen nog een kleine wens. Ik heb op het ogenblik op YouTube 65.000 abonnees. En dat zou ik natuurlijk dit jaar wel heel graag nog 100.000 abonnees willen hebben. Dus als mensen kunnen gewoon gratis gewoon abonnee worden. En dat lijkt me enig. Dat zou het mooiste cadeau zijn. Wat zie ik hier staan? Hallo. Mijn buurmeisje en mijn buurjongen. Jullie zijn toch een tweeling? Ja. Hoe kan het dat hij nog groter is als jij? Hij is ouder zelfs. Hoe kan het nou? Ik zou het echt niet. Oh, wat cool, hè? Kom je dat brengen voor mij? Ja. Oh, wat ontzettend lief. Ja, want ik mag het niet aanpakken, we mogen niet te dicht bij elkaar. Heel erg lief. Bedankt je ouders ook even, hè? Ja, zo lief. Nou, tot snel. Ja, snel. Ik zie jullie vast alweer als de bal over het hek gaat. Ja. Wat een schatten zijn het ook, die witte kopjes, heerlijk. Heel vriendelijk bedankt. Doeg, doeg. Ik neem hem mee. Dankjewel, hoor. Wat schattig. Lief. Dankjewel. Ah. Is toch lief ook. Kijk eens. Wie hebben we hier? Fantastisch, zeg. Dit is... Veronica Inside. Of course, baby. Kom verder. Gefeliciteerd, Gerard. Hartelijk dank, jongen. Ja. Kom verder. Kijk, ook niet te dicht bij elkaar, hè. Nee, afstand houden, hè. Kijk. Ja. Nee, van de Grijp, Wilfred Gené en Johan Derksen. Gerard, gefeliciteerd. Wat ongelooflijk sympathiek, man. En heel hartelijk dank. Dank jullie wel. Heel erg lief. Gerard, gefeliciteerd. Heel hartelijk dank. Nou, we gaan allemaal in blondaten. Maar ik moet je zeggen... Ik vind het ontzettend origineel. Bedankt Wilfred en René en natuurlijk onze grote vriend. Ik ben hem even kwijt, Johan. Sorry, Johan. Ik heb het net al gezegd, dus het is ongelooflijk. Dat heb je op mijn leeftijd en dan raak je wel eens recht kwijt. Hé, hey, wat ontzettend leuk. Prachtige taak met het vuurwerk. Het is... Dit is mijn carrière. Het gaat als een nachtkaas uit. Beste Gerard, hier je vrienden van Veronica en Zijn, die in een sfeervolle zitting jou toch even van harte willen feliciteren. Toch? Man? Ja, zeker, joh. Gerard, hé, ouwe nicht. Heel veel gezonde jaren nog, man. En neem er een paar op vanavond. Ja, ik vind het alleen maar hartstikke leuk. Ik hoop jullie snel te zien. Blijf gezond en de groetjes van Ger en laat je likken voor een keer. Cheerio! Yo! Wat doe jij nou, Bob? Wat zit in je brievenbus, als je het niet eerder vergeet. Alle helft zit in mijn achterbak, die kijk ik maar voor je thuis. Als je het ziet. Oh, het is... Oh, dat was glas. Zit glas in? Zit een glas in. Oh, wat een hoop borst. Dankjewel namens Geer. Dankjewel, schat. Dankjewel. Doei. Oh. Nou, dat is glas, misschien wel een lijstje. Leuk voor je. hele lijst kapot. Mag ik dat filmen? Oh, niet te doen. Hè? Mag ik dat filmen? Ja hoor. Nou, er is geen lijst kapot, denk ik. Ik weet het niet, het was wel een klap. Oh, wat een giller ook weer. Wat is dit? Lang zal die leven, lang zal die leven. Zingen laat ik maar aan jou. Wat zie je er goed uit, Bartje? Jij ook. Wat een beeldige tijd. Is dat voor mij? Nee, we waren voor de buren, maar we wilden het hier alleen even komen brengen. Ah, kom verder, jongens, kom verder. Van harte. Ja, dankjewel, dankjewel. We moeten natuurlijk een beetje bij elkaar uit de buurt blijven. Ja, wat een toestand is dit, joh. Ongezellig. Kom verder, kom verder, kom verder. En hier is shownieuws. Geluidsman, cameraman, producer... Presentator. Goedemorgen. Acteur ook natuurlijk. Actrice ben je ook nog, hè? Ook nog, ja. Wel leuk. Ede. Oké, jongens, daar komt-ie. Oh, ik heb het bijna in ieder interview over je gehad. Weet je waarom? Waarom? Nou, omdat we het vorige week hadden dat jij die appeltaart kan brengen. Ja. Omdat we dat 60 toch... Oh, wat mooi. Bloemen? Oh, dichtbij komen. Karin Bloemen. Nee, ja, dat we 60 worden allebei. Tenminste, ik het nu ben en jij voor straks. Oh, jij bent ouder dan ik. Wat zeg je? Oh, dat vind ik dan weer heel jammer. Dit is een doodstuk. Ja, en wat heb je nu? Hij is helemaal vers, moet je ruiken.
Oh, warm is die nog? Ja, baby, zeg maar gewoon heet. Heerlijk. Oh, wat lekker, nee, schat. Van harte gefeliciteerd, schat. En omdat ik heb al mijn hobby's meegenomen. Dus bloemetjes, ik ga het gelijk in, ik vond het ontzettend leuk. Kaarten, en ik dacht, ik haak een gewone sjaal voor je. Ah. Heel ordinair. Wat heel heerlijk. Nou, dat is toch lief? Wat ongelooflijk. Ja. En ik heb een closetrol ook van je gekregen. Dat is best veel deze keer. Ja. Dit was het ook. Volgens mij is het tijd om te gaan. Ja, het is echt tijd om te gaan. Ik wil plezier. Lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. En dan verder. In de gloria. In de gloria. Hier bij de piep. Hoera. Hier bij de piep. Hoera. Hier bij de piep. Hoera. Oh, en nou een happy. Vreselijk. Boys! Hallo, alles goed? Jazeker. Hartelijk dank. Nou, is toch lief? Ah, wat lief. Een plantje voor in de tuin. Ach. Gaan. Ongelooflijk bedankt. Hoe is het met jullie? Goed. Goed zo. Meneer Joling, mogen we een selfie maken? Ja, tuurlijk. Op afstand mag dat. Zeker. Goed zo. Meneer Joling, hoor je dat? Dat ze er tegen me zeiden. 60 wordt nou officieel. Ja, we hoe ga je dat? Ja, dat moet zo lukken, toch? Kijk eens. En heel hartelijk dank voor de bloemetjes. Als jij ook. Ontzettend lief. Fijne dag nog. En jullie ook, geniet ervan. Hoop je snel te... Wij hebben Golden Circle kaart voor de... Ja. Het gaat door, maar het gaat nog even duren. Maar dan maken we ook een knalfeest van. Ja. Komt allemaal goed. Fijne dag. Hey, hele fijne dag. Hartelijk dank. Bedankt, hè. Dankjewel. Ja, ik heb nog niet gesproken. Wat zeg je, wat is er gebeurd, Roos? Ja, die koolkaart is zo vol de lucht, die koolkaart is gevallen. En dat gooi je weg, hè? Of wil je nog lekker een stukje? Lekker. Ja, kan helemaal hier. Nee, maar ik heb er niet gezogen en gedwijld, anders had het wel gekund. Ik heb ook nog niet gezogen. En ik nog niet gedwijld? Ja, jij hebt ook gedwijld. En ik was niet verbannen om het te doen ook. Oh, wat vreselijk is het, echt verschrikkelijk. Echt. Dat jij zo bukt ook, met rechte benen. Ik wil ook zo bukken. Maar doe je nou nog steeds spagaat? Of gaat dat niet meer met die knieën? Nee, dat kan echt niet meer. Nee, maar wel omhoog, de benen omhoog gaat nog steeds goed. Nou, dat deed je toen wel. Ja, kijk even. Koud toch van. Ik moet... Even kijken wie het is. Even. Weet je, ja, ik kom naar je toe, Roosje. Hallo. Wat leuk, Gim. Je zie je wie er achter je staat? He? Zie je wie er achter je staat? Andere keer. Dan vind je er niet één, hè? Ik kom hier. Ik doe het altijd. Hallo. Hé, Roosje. Nou. Loop door. Niet te dichtbij. Engelrozen. Loop die kant op. Gezellig. Hé, directeur. Kom verder. Jeetje, wat een prachtig boeket. We houden afstand, we houden afstand. Nou, wat gezellig. Iedereen gefeliciteerd, hè? Heel hartelijk dank. Hoe is het, jongen? Goed, met jou ook. Top, ja, top. Nou. Namens het team en namens de varregatters voor de praam. Nou, veel te gek. Wat ongelooflijk mooi. En wat een prachtige bloemen. Nou, ik ga zo gelijk. Wat een prachtige rozen. Dag, lieverd. Heel hartelijk dank voor de taart. En de tulpen, ik ben er heel blij mee. Als je wat nodig hebt, dan ook. Dag, Roos. Doei. Groeten. Veel plezier. Hey, hallo. Dankjewel. Hallo. Mike en Marco hebben het neergezet van de week met hun zoon. Prachtig. Want ik had zoiets van, nou ja, als ik dan in mijn eentje ben op mijn verjaardag, heb ik toch nog een paar poppen in mijn tuin zitten. Goh. Dat was de grap. Nou, wat leuk. Is toch enig? Goh. Nou, ga lekker zitten, jongens. Goh. Mooi, hè? Ja. Waar wil je ons hebben? Nou, een gedenkwaardige dag. Het zou gaan regenen. Het is toch niet gebeurd. Ik heb heel veel bloemen gehad. Animo, gezellige mensen, interviews. En jou hoor, het toppunt van vandaag. Mijn lieve moeder en mijn lieve broer en de lieve buurman Jaap zijn hier. We zitten allemaal 1,5-2 meter uit elkaar vandaan. Maar we drinken toch even lekker een borreltje. Wat vinden jullie ervan, meiden? Nou, die vinden het goed. Komt er goed uit. Cheerio, proost. Jongens, proost. Ja, proost, proost. Proost, proost, proost. Tot op een lang mogen lusten. Ja, jongens, we moeten maar hopen dat we gezond blijven met z'n allen, toch? Lekker taartje erbij. Gezellig hoor. Wie stond er nou voor de deur? Nog meer bloemen. Ik had toch net goed gehoord, de bel.
terug. Mijn god. En wat is dit dan? Oh. Nou ja. En ook vreselijk mooi allemaal. Oh, wat een prachtige bloemen. Normaal, toch? Dat is veel te gek. Van wie heb ik die? Goede van Telegraaf, Jodium, oh wat lief. De bloemenbezorger gaat toch een kapje op, hè? Gaat toch een kapje op de bloemenbezorger. Ja. Even kijken, Roosje. Een vriendenloterij. Nou, wat prachtig. Nou, ik ga me weer de vaas halen. Had ik net beneden. Ja, ik denk dat mijn moeder nog één boeket meegeeft. Mam, neem je anders zomaar ook een boeketje mee? Ja. Want anders, ik heb het is gewoon too much. Ja, dan geef ik het aan Willem. Ontzettend lief. Ja. En lekker voor jezelf. En dan geef je Willem ook een borsie. Ja, doe ik ook. Is toch leuk? Hartstikke leuk, ja. Hartelijk dank. Die komen eraan. Rustig aan, hè? Jannie? Ja, nee, het komt goed. Willem en deze tulpen. Ja. Erg mooi. Maar ik heb al zoveel bloemen, ik vind het mooi. Wij nemen het mee en we zullen het meedenken. Ja, hartstikke leuk. Doe alleen maar de groeten. Hey, doeg. En bedankt, hè. Nogmaals bedankt. Geen dank. Joe. Nou, dat is toch enig dat ze er even waren. Supergezellig. Jezus, wat is dit nou? Gezonde, mooie en succesvolle jaren toegewenst. Ah. En een prachtige mooie bosbloemen zie ik. En jij is een meller, hè? Ja. Willen jullie wat drinken, jongens? We gaan voor jou wat drinken. Oh, wat lekker! Allebei horecaondernemers die niks meer te doen hebben, dus we doen nu rondjes weggeven. Nou, dan kan Gerard wel mee. Ik doe met jullie mee. Ja. 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 Ja, jongens, en wat ik bijna zou vergeten is natuurlijk van, wil je lid worden? Wil je abonnee worden op mijn YouTube-kanaal? Dat kost helemaal niets. Het is gewoon klikken, je drukt op de knop en je bent lid. En ik zou er blij mee zijn, want ik heb nu bijna 68.000 leden. En ik wilde zo graag 100.000 hebben. Het klinkt ongelooflijk hebberig, ik weet het wel. Maar goed, we moeten altijd weer een droom en een doel hebben. En ik zou dat persoonlijk fantastisch vinden. Nou, in ieder geval nogmaals heel hartelijk dank voor alle... Ja, wat zal ik zeggen, berichten, de Instagram story, de Twitter berichten, de Facebook berichten. En natuurlijk alle kaarten en alle lieve berichtjes op internet die ik gekregen heb uit Nederland en België voor mijn verjaardag. Heel hartelijk dank en tot heel snel.